Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een aantal opklaringen boven Nederland, maar ten noorden van ons land liggen weer wolkenvelden voor ons klaar. Die komen erin en die gaan van tijd tot tijd ook wat lichte motregen brengen, vooral in het noordoosten. Maar er zijn ook nog steeds een paar opklaringen vanochtend, dus een klein beetje zon hebben we ook wel. De kans daarop is het grootst in Zeeland en dat blijft het vanmiddag ook. Daar vooral wat opklaringen, wat zonneschijn in de rest van het land wolkenvelden. En vooral in het oosten en noordoosten zou een spatje regen kunnen vallen. Geen grote hoeveelheden, 8 tot 10 graden op de thermometers, met wat geluk in Zeeland 11. Vanavond klaart het dan weer wat meer op. Is het op de meeste plaatsen droog en zakt de temperatuur naar een graad of 6. Komende nacht doen we het met 3 tot 5 graden als minimumtemperatuur. Waarna morgen de zon wat vaker schijnt dan vandaag. Nog steeds het meest in het westen van het land. En met een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het 7 tot 10 graden. Die temperatuur die verandert donderdag nog niet echt 8 tot 10 graden dan met in eerste instantie zonneschijn maar later weer meer wolken kan verspreid een buitje vallen maar de regen komt pas in de nacht naar vrijdag en valt ook vrijdagochtend, daarna wordt het weer droog met wat zon zaterdag nog kans op een bui met hogere temperaturen dan wordt het 12 graden Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl